We hebben ook gesproken met Jurgen Carto di Cromo, dat is de voorzitter van Bintang Laier. Bintang die heeft binnen een heel korte tijd zich geplaatst, of is gepromoveerd vanuit het lidbondentoernooi. Daarvoor waren ze bij de Meerzorg Sportbond, lidbondentoernooi, tweede divisie, allemaal in één jaar weten te winnen. En zodoende zijn ze beland in de eerste divisie. En dat was de droom van Bintang Laier. Jurgen Carto di Cromo in gesprek met collega Joymar Belfor. Ik ben blij ermee. Het is een stukje waardering voor al het hard werken binnen het sportgebeuren voor Bintang Laier. En dat we tenminste worden gewaardeerd en erkend. Dus dat betekent heel veel voor ons. En wat voor boodschap heeft u als voorzitter van Bintang voor de SVB gezien in 100-jarig bestaan? Ga zo door. Natuurlijk, ook de tijd moderniseert zich. Jammer voor COVID, maar de tijd moderniseert zich. En binnen de SVB wil ik ze ook dan ook de push geven, de power geven om zo door te gaan. We willen ook nog steeds 200 jaar nog meemaken en al. Het bestuur is goed op weg. Een stukje transparantie. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt worden, dat is normaal. Maar het bestuur staat open om te herstellen. En natuurlijk te overleggen en transparant te zijn qua heel veel het beleid wat zij allemaal uitvoeren. Tot vandaag dat ze het ook nog 100 jaar hebben volgehouden. Dat is ook een proficiat naar hun toe. We moeten helaas rekening houden met COVID-19 heden ten dagen. Hoeveel impact heeft COVID gehad op de ploeg van de Bintang? Het heeft heel veel impact gehad. Natuurlijk, het voetbal het gaat niet als het ware. Sponsors trekken terug. We moeten ze overtuigen om dan weer een voetbal. Spelers die blijven een beetje dan passief. Ze zijn niet meer zo actief in het voetbal. Er zijn heel veel die komt kijken. De competitie moest helaas stopgezet worden vanwege COVID. Maar zien we Bintang Laier het komende seizoen weer in actie? Natuurlijk. Bintang Laier is een georganiseerde organisatie. Dit jaar bestaan wij ook 45 jaar. Dus u hoort al 45 jaar. Dus we timmeren al 45 jaar lang in het voetballerij. Het heeft ons de afgelopen 3 jaar geluk om dan de eerste divisie te bereiken. En we zijn niet gekomen om te gaan. Dus we zijn gekomen om te blijven. Dus sowieso Bintang Laier zal de komende competitie en ook de competitie daarna ook meedoen aan de SVB-competitie. En dan nog een ander punt. Suriname is geplaatst voor de Gold Cup 2021. We komen uit tegen Costa Rica en Jamaica. Wat is uw mening over de loting? Je kan geen mening hebben over de loting. Maar je kan wel aangeven dat we wel in een sterke pool zitten. We zitten in een sterke groep. We gaan keihard moeten werken, intensief moeten trainen. En voor de rest heb ik alle hoop en vertrouwen in de spelers. Die zijn aangetrokken door de bondscoach. En we zullen zien wat het allemaal wordt. Maar sowieso, als Suriname sta je natuurlijk achter Suriname, toch? En wat zegt de heer Jurgen Carto di Cromo tot slot tegen de voorzitter van de SCB en het huidige bestuur? Ik wil nu zeggen dat ze alvast wil feliciteren met het 100 jaar bestaan van SVB. En natuurlijk dat we zeer heel veel positieve dingen zien gebeuren binnen SVB. Natuurlijk gaan we ook aangeven dat er ook een paar dingen mis zijn gegaan, maar dat is normaal menselijk. Ja? Dus ik wil de voorzitter feliciteren en beste toewensen.